Die zet je even neer. Zo. Tjoen. Nou. Het is, ja, het is 10 uur. Mijn geluid staat goed. Ja, nou, volgens mij zijn we er weer. Goedemorgen allemaal. Het is zondag 29 augustus. En we gaan vandaag een blokjeskaart maken. Er zijn al wat pakketjes van verkocht. En degene die mee willen doen, ik zal proberen om het zo rustig mogelijk uit te leggen. Zodat je mee kan tekenen, schrijven, snijden. Goedemorgen. Ik zag dat er al een heleboel belangstelling hadden. Want ik had het toch maar even op Facebook gezet. Goedemorgen Carla, Lisbeth, Wil. Altijd weer de gezellig leuke gezichten. Bekende gezichten. Bekende namen. En ik kan, ja, oh, ik kan al scrollen, zie ik zo. Dat is snel gegaan. Goedemorgen dames allemaal. Joke, goedemorgen. Danielle, jij ook gefeliciteerd met je man. Hey, want ik zag dat Joke jarig is. En nou, ik hoop dat jullie nog een hele gezellige, leuke dag hebben. Nou, oh, wat zijn er veel vandaag. Wat leuk. Nou, zal maar niet zo lang wachten dan. Even kijken. Dit is de bedoeling. Hij gaat zo open. En als je hem neerzet, dan kijk je zo bovenop erin. Ook de achterkant is gedaan. Plaats voor een wenstekst. En nou, dit is hem. Ik weet niet of het een bestaand patroon is. Ja, het zal wel een bestaand patroon zijn. Alleen, ja, ik weet niet. We hebben de maten dus, tenminste, Joke heeft dus de maten aangepast. En we hebben in het pakketje zitten 2 losse kaarten van 20 bij 13,5 centimeter en 18 bij 13,5 centimeter. De bedoeling is dat je op de achterkant van die kaarten het patroon gaat tekenen. Ik zet de kaart even daar naartoe. En dit zit ook in het pakket, een tekening. Later zal ik die tekening uploaden en in bestanden zetten. Ook de mate van wat je nodig hebt. Nou ja, dat is het. We zullen maar beginnen. Hè? We hebben dus 2 losse kaarten. Even kijken, want ik had ze net gesneden. Ik denk, ik ga het nog even opnieuw doen. Dan, ja, die heb ik hier. Dit zijn de kaarten. En ik begin met de kleinste van 18 bij 13,5 centimeter. Dat is deze. Je tekent het op de achterkant. Dus iedereen die het pakketje heeft, leg je kaart met de linnenkant van je af, de gladde kant naar je toe, op je mat. En leg je patroontje erbij. Hij is op ware grootte, zoals je ziet. He, dus makkelijker kan het dan niet. Nou, dan nemen we een potlood en een liniaal. En dan gaan we dus even hulplijntjes zetten op 4,5 centimeter. Dus dit is 18, 13,5. En op 4,5 centimeter gaan we een hulplijn zetten. En op 9 centimeter. En op 13,5 centimeter. En dat doe je aan de bovenkant en dat doe je ook aan de onderkant. Dus voor iedereen die mee wil schrijven, je kaart is 18 bij 13,5 en je zet hulplijntjes op, oh wacht even, 4,5, 9 en 13,5. Dat is hier. Dan draai je even je kaart om. Zo. En dan zet je ook op 4,5, 9, een lijntje. Nou staat hier op je tekening de 9 hier en de 4,5 hier, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je hokjes krijgt van 4,5 bij 4,5 centimeter. Nou, dat doe je ook even aan deze kant, want dan weet je, dan kan je liniaal goed neerleggen. Dus dit is 4,5 en 9. 9 hier. Kijk, en dan ga je dus een lijntje trekken, maar die moet je niet helemaal doortrekken. Je trekt hem dus tot aan het hulplijntje bij 9. Dus als jij je liniaal zo op je mat legt, je hebt hier de 0, dan heb je hier de 9.
Dan ga je dus tot 9 even een lijntje trekken. Dan zak je naar beneden en dan ga je bij deze lijn, ook bij de 4,5, eventjes netjes recht op mijn mat. En ik leg hem hier bij 4,5. Zo. Dan ga je dus een lijn trekken tot aan de 4,5. Zo. Dat is wel zo makkelijk. Dan draai ik mijn liniaal om. Hier is de 4,5, daar is de 4,5. En ik trek hier een doorgetrokken lijn. En hier trek ik een stippenlijntje, want dat wordt een rillijn. Ik schuif even door. En hier komt ook een stippenlijn, want dat wordt een rillijn. En de laatste, bij 13,5. Even kijken, bij 13,5 is hier. Heb je dus een hele rillijn. Goed, wij pakken de rilpen. Even kijken, want die had ik in mijn bakje gelegd. Nee dus, die had ik niet in mijn bakje gelegd. Oké. Nou wel. Zo. Nou, dan ga je dus deze lijn rillen. Helemaal. Deze lijn, die ril je alleen nog maar het bovenste hokje. En dan schuif je weer door en dan ga je ook deze even rillen. Zo. Nu is de bedoeling dat je dit wegsnijdt. Je gaat deze lijn insnijden. Dus van de zijkant hier naartoe. Die snij je dus in. En je snijdt dit hoekje eraf. Even kijken, want ik moet hem even goed neerleggen, omdat ik weer tegen mijn schaduw aankijk. En dit ligt recht. Nee, ik doe het even zo. Dan kan ik het net even beter zien. Zo. Vandaar die hulplijntjes. Zo. Die is eraf. En deze lijn moeten we ook insnijden. Dat is het eerste vierkantje. Even kijken of mijn liniaal recht ligt. Dan weet ik dat het goed zit. Zo. Nou, deze hebben we gerild. En die ga je gelijk even omvouwen. Zo. En deze is gerild. En die vouwen we ook meteen om. Kijk, dan heb je dus eigenlijk al een beetje het model. Nou, die leggen we weg. Dan pakken we de volgende. Dat is dus het karton van 20 bij 13,5. Dan draai ik mijn tekening om. Kijk, we hebben dus hier de ene tekening, hier de andere. Zo. Ik leg hem dus zo neer. En dan ga je ook weer lijntjes trekken. Maar nu moet je ook de plaklijntjes tekenen. En dat zijn deze, deze en die. Dat is de plaklijn. Die gaat op een centimeter. Nou, ik hoop dat het allemaal nog te volgen is. Oh, eindelijk gevonden. Fijn zo. Nou, Annelies, je hebt weinig gemist. Ik hoop dat het niet allemaal te lang duurt, lieve mensen. Maar de bedoeling is natuurlijk, ik ga het uitleggen voor degene die de pakketjes hebben gekocht. En later gaat die op YouTube. Zo, wat heb ik een hoop kijkers vandaag. Wat gezellig, wat leuk. Later komt die op YouTube. En dan kun je natuurlijk al dat geklets van mij doorspoelen. Maar dit is bedoeld voor de mensen die de pakketjes gekocht hebben. We zetten een hulplijntje bij 1 centimeter. Dan gaan we 4,5 centimeter verder. Dan krijgen we dus 5,5. 4,5 centimeter verder is 10. En 4,5 centimeter verder is 14,5. Dan hebben we aan de onderkant precies hetzelfde. We doen dus een centimeter, 5,5 centimeter, 10 centimeter, 14,5 centimeter. En dan houden we hier bij 19, zetten we ook nog even een lijntje. Kun je ook aan de bovenkant doen, als je dat makkelijk vindt, voor zekerheid. Want nou gaan we dus een rillijn even tekenen. Zo.
Dat is die. Dan draaien we de kaart om. En gaan we dus aan deze kant ook weer op 4,5, 9 een hulplijn zetten. Dat doe je ook aan deze kant. En dan is het het handigste wanneer je dat tegen die lijn doet van de plakrand. 4,5 en 9. Nou, dan draai ik hem weer terug. En ik trek dus een lijn op deze hoogte. En die gaat van 5,5 naar 14,5. Want dat wordt een snijlijn. Dan zakken we naar beneden, naar dit hulplijntje. Dan tekenen we een lijn vanaf 10 centimeter naar het einde toe, zeg maar even. Zo. Dan krijg je dus dit. Je hebt deze twee lijnen. Nou, dan wordt... even kijken, want ik geloof dat ik hier niet helemaal goed zit. Nee, ik moet natuurlijk van 4,5 af, hè. Ik heb gezegd 5,5, maar vanaf deze lijn is het 4,5, zo. Nou, dan wordt dit een rillijn. Dus dan doen we even een stippenlijntje. Dit wordt een snijlijn. Dus dan trekken we een volle lijn. En dit wordt een snijlijn. Even kijken. Want nou zet ik natuurlijk niet helemaal goed. Even kijken, ja. Wacht even, hij moet even recht op mijn mat liggen, want dat vind ik het makkelijkste. Dan werk ik op de lijntjes. Dit wordt een snijlijn, dat is een snijlijn. En de laatste, het laatste lijntje, dit is een rillijn. Hier is een rillijn, zo. En deze is een rillijn, zo. Die moet hier naartoe. Dit stukje wordt een plakstrook. Daar gaan we straks dus twee schuine hoekjes van afhalen. En dat gaat ook in deze. Dus, we beginnen met het rillen. Dat vind ik zelf het makkelijkste. Zo. Dan rillen we deze. Dan rillen we dit lijntje. En dan rillen we dus de onderste. En deze. Nou, dan gaan we snijden. Draai mijn liniaal om. En wij snijden dus. Dit moet helemaal weg. Die hoek hier, die moet helemaal weg. Nou, het handigste is als je gewoon dus je liniaal zo neerlegt. En je snijdt dit af. Zo. Tot daar. Dan halen we eerst deze eraf. Zo. Zo. Dan gaat dit ook nog weg. Dus dan gaan we hier het ene hokje. En oh, ik zie dat ik er een beetje naast heb gezeten. Maar dat hindert niet. Kan ik er nog afhalen. Ik kijk tegen de schaduw aan van mijn lijntje. Dus ik haal dit nog even zo. Die lijn is weg. En dan hebben we hier het laatste stukje. Nou, dat wordt dan even schuin geknipt. Zo. Want dat is een plakstrookje. En dat is hetzelfde bij deze. Je knipt even een schuin hoekje af. En dan gaan we hem even vouwen. En omdat we dus op de verkeerde kant hebben getekend... Even kijken, want, oh wacht even, die moet ook nog ingesneden worden. Anders kan hij niet omvouwen. Maar, zo, kijk, dan vouwen we hem om. Oeps, oh, alle kant naar beneden, oké. Nou, ik kan er net bij met mijn voet. Ja, dat heb je als je geen rok aan hebt, hè. Kijk, draag je een rok, dan wordt het opgevangen. Maar dan heb je een broek, dan moet je heel goed aan je tafel gaan zitten, want anders dan valt het net tussendoor. Deze moeten we ook insnijden. En ik doe het expres dus op deze manier, want je kan beter eerst alles weghalen en dan wat je nog verder in moet snijden doen. Want dan weet je zeker dat het goed zit.
En zo. Nou, en dan gaan we deze ook nog rillen. Die hebben we gerild en die vouwen we om. En het plakstrookje vouwen we om. Nou, dan krijgen we dus dit. We hebben die andere. En dan zet je het rechtop. Kijk, en dan komt dus deze zo, zo. Even kijken hoor, heb ik hem nou goed? Ja. Dan moet ik zelf even kijken. Want ik denk dat... We hebben hier twee. Zo. Oh, dat is weer een gedoe. Oh ja, zo moet die. Deze moet ook nog gevouwen worden, natuurlijk. Vergeet deze rillijn. Die moeten we ook vouwen. Zo. Nou is die goed. Dus we hebben dit gedeelte. We hebben deze. En als je dat nu zo in elkaar zet. Zo, zo. Zo. Dan krijg je dus je blokjesmodel. Nou, de bedoeling is dat je die plakrandjes aan de binnenkant plakt. Deze en deze. En dit kan je dan gewoon zo in elkaar schuiven wat je zelf wil. Nou, dat gaan we dan even doen. Ik ga dus hier tape aan doen. En, oh, ik ben heel bang dat ik tape bij moet gaan pakken. Maar goed. Voorlopig neem ik eerst even... Ja, zie je? Hij is op. Nou, even snel een rolletje halen, dames. Heren. Ik zal het zo even laten zien. Ik heb de scoretape 6 mm weer bijbesteld, want dat was er een tijd niet. Dus als alternatief heb ik het tape van Elisabeth Kraft. En dat heeft dezelfde kleefkracht. Die is zelfs nog iets goedkoper. Die gebruik ik nu, dat is de 6 mm. Het is niet helemaal 6 mm, omdat ze in inches werken. Maar ik ga dus, ik zeg dan 3-6-9. He, dat is makkelijker voor de maten die we hier aanhouden. Ik doe hier gelijk ook even tape aan. Zo. Nou, dan gaan we eerst even deze twee in elkaar zetten. Dus je legt alles lekker plat. Zo. En dan, als het nou gelijk ligt. Ik denk dat dat het handigste is. Even kijken. Zo, ik vouw hem om en ik leg mijn kaarten op elkaar. Zo, ja, die ligt helemaal recht. Zo, dan, ik draai hem even om. Zo, en ik haal even een stukje tape los. Want dat is het punt, als het eenmaal zit, dan zit het, hè. Dus je moet het... Nog niet aandrukken. Even kijken. Nee, ik leg hem plat neer. Ik denk dat dat toch het handigste is. Ik leg hem plat recht op mijn mat. Deze leg ik recht op mijn mat met de ruitjes. Want dan weet ik zeker dat alles recht ligt. Zo. En dan zou die dus nu goed moeten zijn. Nee, hij is niet goed. Hij zit te ver. Hij moet iets terug. Zo. Nou. Dat zit. Zo. Dit kun je het beste misschien insmeren met lijm. Maar je kan ook even wachten. Dat je eerst dus dit vastzet. Je legt hem plat neer. Dat is waarschijnlijk makkelijker. Ik heb hem namelijk nog niet gemaakt. Hè? Dus dit is voor mij ook de eerste keer dat ik het doe. Ik leg hem recht neer. Plat. Want je moet hem ook plat kunnen versturen. Kijk. En dan hebben we dus dit. Zo. Maar hij moet natuurlijk aangekleed worden met designpapier en met een mat. Goed. Dit gooi ik allemaal even weg. Wat hebben we? In het pakket zit... even weg. Ja, in het pakket zit... Leuk.
Waar heb ik mijn papier verder? Dat zit niet hierin, niet daarin. Hey. We hebben dus... Nou, moe. Ik ben mijn papier kwijt. Wat heb ik met mijn papier gedaan? Want ik was het aan het voorbereiden. En ik heb dus alles opgeschreven. Nou, moe. We hebben namelijk van die blauwe stroken. Even kijken hoor. Oké, nou dan pak ik even een pakket erbij. Nou, dat is raar. Ik had dus mijn eigen pakketje. Zo. Nou ja, die komt straks wel hier boven water. En want ik dacht, nou, ik schrijf even op wat je allemaal nodig hebt. Want dit zit in het pakket. Dit is het pakket wat je krijgt. Nou, dan halen we even dit er allemaal uit. Zo. En zo, dit. Ik laat de kaarten even zitten. Er zitten in het pakket trouwens twee gewone vierkante kaarten. Dus jullie moeten het wel zelf op maat maken. Nou, we hebben een 3D plaatje van een bij. Die leg ik even weg. We hebben hier een tekstje, Be Happy, hebben we gemaakt. En dit zijn dus de stroken die je nodig hebt om hem aan te kleden. Even kijken. Oh, wat zijn er een heleboel kijkers. Ik kijk, ja, Joke was van de week. Oh, heb je dan... is er weer slecht beeld ergens? Oh jee, wat vervelend is dat. Ja, daar kan ik echt niks... Ik vind het zo vervelend. Oh, Jennifer kijkt ook mee. Haha. Oh, mijn kleindochter kijkt ook mee. Wat leuk. 102 kijkers. Nou, wat een boel zeg. Zoveel me nooit. Nou ja, oké, leuk. Maar ik vind het wel heel erg jammer als het beeld slecht is. En inderdaad, straks op YouTube, dan zal het waarschijnlijk beter gaan. Maar goed, we hebben dus 1, 2, 3, 4 strookjes voor de mat. Die mat, die moet dus 4 bij 4 centimeter worden. Nou, je kan natuurlijk met een potlood en een liniaal doen. Maar ik denk, weet je wat, ik neem mijn kleine snijmachientje. Mijn snijapparaatje en ik leg gewoon, want de stroken zijn 4 centimeter breed. Dus het is een kwestie van steeds stukjes van 4 centimeter snijden. 1, 2 en we hebben er nodig 18. 3, 4 en zoals je ziet, je hebt papier genoeg. Zo. Dat zijn er dus 5, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Dan hebben we de volgende. Ook weer van 4. Heb je nou een grote snijmachine, dan kun je natuurlijk ook zeggen, ik doe 12 en dan 6, nee, 8. 8 en 4, of 16 en dan 8 en 4. Maar ik moet het zo doen, want deze, mijn snijmachine is te groot voor het beeld. En ik vond het een handig dingetje, maar de cijfertjes die erop zitten, die zijn bijna niet te zien. Dus ik weet niet of het te zien is, maar ik heb dus met een zwarte stift, heb ik hier dus cijfertjes opgezet. En die lijntjes heb ik gedaan, heb ik aan deze kant ook gedaan. En van het scotch tape overheen geplakt. Dan verdwijnt het niet. En dat vind ik dan wel makkelijk, want je kan haast niet zien waar de cijfertjes staan, omdat het gewoon in dezelfde kleur als het snijmachientje is. En dit is misschien ook wel handig. Dus we hadden dit 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en nou nog 3. 16, 17 en 18. Dus we hebben 18 vierkantjes.
Dan hebben we dus twee soorten designpapier. Dat is met een bloemetje en dat is met een stippeltje. Dan staat er in de beschrijving, snij van het designpapier met de balletjes. Dat is dus dit. Dat is deze. 6 blokjes van 3,5 bij 3,5. Nou, dan gaan we dat gelijk even doen. Het is 3,5 centimeter breed, dus je hoeft alleen maar 6 blokjes van 3,5 te snijden. Zo. Dat is 3. 4. 5. 6. Nou, dat hebben we ook. Dan staat er, snij van het designpapier met de bloemetjes, 12 blokjes van 3,5 bij 3,5. Nou, dat is weer dezelfde manier. 3,5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dan heb je nog genoeg over voor een zevende. Kijk, 3,5. Zo. Een tweede strookje. 8. 9. 10. 11. 12. Want we hadden 18 mat blokjes, dus we hebben 12 en 6 is ook 18 vierkantjes van het designpapier. Goed. Nou, dan ga je dus het designpapier. Kijk, aan de buitenkant wordt dus dit in drieën geplakt. Vandaar dat we dus hulplijntjes hadden gezet. Dan heb je dus de verdeling van de blokjes. Dus dat komt hier. Nou, ik pak even de lijm erbij. Iets laat me kijken gezellig mee. Nou zeg, ik heb nog nooit zoveel kijkers gehad, geloof ik. Dit zijn dus de vierkantjes van 4 bij 4. Kijk, en als je dat een beetje zo... Dan doe ik eerst de bovenste. En dan doe ik de onderste. Zo. En dit wordt de middelste, dan kan je dat een beetje verdelen. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe je gerild hebt. Kijk, dan heb je best wel veel ertussen. Maar dat moet dan maar. Dan hebben we dus... kijk, we hebben hier twee naast elkaar. Deze twee, zie je wel. Dus dat is hier deze. Ook weer. 1. Want nu kun je natuurlijk gewoon doorbouwen. Oh. Zo. Kijk, we schuiven hem even door. Deze niet. Die slaan we over. Daarom ligt die dubbel. En deze slaan we over, dus die leg ik ook even terug. We gaan op deze twee nog een blokje doen. Zo. Zo. Die niet. Ja, die wel. Kijk, dat is deze. Hier komt ook nog een vierkantje. En wanneer je dat zo doet, dan is dat veel makkelijker straks met het verdelen van het designpapier. Nou, dan draai ik hem om. En ik draai mijn kaart ook om. En dan krijgen we hier ook weer 3. Hier krijgen we er... Nee, even kijken. Ja, hier komt er ook 1 op. Op dit flapje, daar komt wel een vierkantje. Oh...
Zo. Nou, dan hebben we dus hier drie vakjes. Ook weer dat losse flapje. Daar komen dus ook weer dus drie matblokjes op. Ja. Je kan ook beginnen. Ja, er komt ik, omdat ik links ben, begin ik aan die kant. Maar je kan natuurlijk ook hier beginnen. Want dan heb je gelijk de juiste hoogte. Zo. Omdat je dat aan die kant wat moeilijker kan zien. Zo. Nou. En dan hebben we dus hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En dat zijn de laatste vier. Zo. Ik hoop... ja, blijft het lekker rustig, hè? Ja. Zo. Even kijken. Nou, ik hoop wel dat het beeld dus bij de meesten goed te zien is. Het gaat helemaal goed. Fijn, dankjewel, Martin. En ja, het is gewoon heel vervelend, want iedereen... Die lives doet, die heeft last van af en toe wazig beeld of stokken of ja. En dan ineens dan, ik heb het ook wel gehad dat mijn beeld ineens groen werd. Heel gek. Nou, dat is dus de bedoeling. Nou, dan kun je dus zeggen van, ik laat hem nog even plat liggen. Want de blokjes met de bloemetjes, die komen op dit gedeelte. En op dat gedeelte komen dus... De balletjes. Nou, is misschien handig als je dan eerst de balletjes opplakt aan deze kant. Want als je dat niet doet, dan kom je straks tekort. Zo. We hadden 6 vierkantjes gesneden met de balletjes. Of met de stipjes, net hoe je het noemen wil. Zo. Zo, dat zit. Dan draaien we hem om en dan doen we het aan deze kant ook. Dus op het langste gedeelte komen dus de stippeltjes. Kijk, ik zal de kaart ook even omdraaien. Dat zit... Oh nee, 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 nee. Oh, goed dat ik hem omdraai. Nee, de stippeltjes die komen niet hier. Haha, de laatste stippeltjes komen op de voorkant. Kijk. Op die. Dus die leggen we even weg. Deze leggen we even weg. En dan gaan we dus verder met de bloemetjes. Oh, ik denk net op tijd. Het kon er nog af. Kijk. Hier komen de bloemetjes. Het papier wat we gebruikt hebben, dat was een... Ja, een gigantisch groot, dik blok van Crafters Companion. En toen ik het binnenkreeg, toen dacht ik, wat moet ik ermee? Wat een kleuren, wat een rare motieven. Nou, het heeft dus zeker, ik wil niet veel zeggen, maar ik denk dat het al een dik jaar in de winkel ligt. Kijk, we gaan er hier 3 doen. Wel opletten. Dus hier komen er maar 3. En door deze blokjeskaart, ik zeg tegen Joke, God, verzin eens wat we met dat papier kunnen doen. Want ja, het is toch een beetje zonde. Het is niet goedkoop. Kijk, er komt er hier ook nog 1. Ook die niet dus, hè. En zo zijn we op het idee gekomen van dit model. En dat papier wat ik gebruikt heb om te matten, dat was nog een restant van dun glad papier van Craft Emotions. Of eigenlijk van een merk wat er helemaal uit is. En dat paste toevallig mooi qua kleur. Kijk, ik draai hem even om. Ik leg mijn rand met de blokjes leg ik even weg. Zo. We leggen hem plat. Gewoon plat, zo. En dan gaan we dus verder met de bloemetjes. Nou ja, dat is het resultaat. En volgende week, dan hebben we ook een hele leuke kaart... Alleen, die is wel wat duurder. Dat pakketjes zijn 5 euro. Want daar heb je heel erg veel materiaal voor nodig.
Je begint al met drie complete vierkante kaarten, dus van 13,5 bij 27. Dan heb je de nodige papier nodig voor de mat, voor de aankleding verder. En dat is aardig wat. En ook het designpapier. Maar ik zal alleen straks de voorkant laten zien. Want ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb een beetje leergeld betaald met het laten zien van de voorbeelden. Ik vind het heel leuk als het nagemaakt wordt. Maar niet voordat ik hem heb gemaakt op de live. Dat vind ik een beetje zonde. En want ik doe dit dus ook voor degene die de pakketjes kopen. Dat ze mee kunnen doen. Nou, dit zit allemaal zoals je ziet ondertussen. Dan kunnen we dus deze vakjes nog even doen. En dat zijn die laatste drie stippeltjes, bolletjes, hoe je het wil noemen. Die komt hier. Ja, het is jammer hè, dat het beeld hapert, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik weet ook niet hoe dat komt. Of dat te maken heeft dat er misschien iemand ook live is. Of door de weersomstandigheden. Ik heb geen flauw idee. Ik wou dat ik het wist, want dan konden we er wat aan doen. Maar helaas. Zo. Nou, en die gaat hier. Nou, dan is volgens Bartjes de kaart klaar. Nou moet die dus nog even in elkaar gezet worden. Hè? Wacht even, wat doe ik niet goed? 1, 2. Ik doe wel iets goed. We doen dus lijm of tape, wat je wil, maar ik doe lijm op dit flapje. En ik doe lijm op dit flapje. Zo. En dan zet ik hem neer en dan gaan we deze op elkaar plakken. Recht. Recht en deze gaat recht op elkaar. Even kijken, zo. Die zit helemaal goed. Deze nog niet. Want die moet zo. Het moet allemaal precies passen. Kijk, dan leggen we hem plat. Kan je hem even aandrukken. En dan zetten we hem neer. Eerst nog even deze plat zo. En dan, oeps, hier zo. Nou, dit is het dus. 1, 2. Nou, nee. Wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus toch een foutje gemaakt, zoals je ziet. Hier zitten de stippeltjes en die hadden hier moeten zitten. Dat heb je als je het niet zelf doet, hè. Dus, dat is, nou, jammer. Maar, we zullen zeggen, het zal zo horen. We hebben namelijk, om hem aan te kleden, van billen heb ik dit standje gebruikt. En dit standje, nou dat bedekt dus bijna de hele kaart. Weet je wat, ik draai hem gewoon om. Nee, dat kan niet, want dit had dus aan de achterkant moeten zitten. Hé, hey, wat heb ik fout gedaan? Joke, sorry. Je hebt het zo goed uitgelegd en ik doe het nog verkeerd. Maar goed. Als jullie hem dus zelf gaan maken met je eigen materiaal, dan moet je daar maar gewoon even op letten dat je het wel goed doet. Of je neemt allemaal hetzelfde designpapier. Nou, oké. Okay. Jammer dan. We gaan deze even hier opplakken. En ik ga dus heel voorzichtig met een heel klein beetje lijm langs de binnenrand. Zo. En die zetten we dus zo vast. Zo. Steekt een beetje uit. Verder zit er in het zakje de rondjes die eruit gekomen zijn. Kijk. Dit rondje gaat aan de achterkant. Dit rondje komt erin. Ik heb dus dit ornament twee keer gedraaid. Waardoor je dus een wit rondje krijgt. Nou, hij zit nog niet erg vast. Ja, ik zal toch maar even mijn glue sheet pakken. Dat heb ik gisteren ook gedaan. Ik denk dat voor deze smalle randjes dit toch een ideaal hulpmiddel is. Want dan ga ik dit gedeelte even onder de glue sheet leggen. Dan weet ik zeker dat hij goed blijft zitten. Zo, klein stukje. Even een klein beetje aandrukken.
Kijk, we halen hem eraf. En we leggen hem hierop. En hij zit vast. Nou. Dan hebben we hier het rondje wat erin past. Want later moet je dus het plaatje in 3D opbouwen. Hij moet even een stukje eruit. Want zo. Dat is deze. Dan gaan we hier aan de andere kant. En dan, kijk. Dan hebben we dus dit rondje hier. Dat is het cirkeltje wat uit die stans is gekomen. En die doen we dan een beetje zo. Met de tekst Be Happy. Die heb ik op de computer gemaakt in Word. En dat was wel, vonden we wel een leuk idee. Zo. Nou, dat is hem dus. De Be Happy blokjeskaart. En we hebben het plaatje. Ik zal even mijn lijm dicht doen. We hebben hier het 3D plaatje en dat ga ik nog op mijn gemak uitknippen en dat ga ik straks op de voorkant doen. Van het plaatje moet ik wel zeggen, hebben we dus dit stukje, kijk dit, hebben we weggeknipt dat we alleen het bijtje zichtbaar is. Kijk, je kan het hier zien. De bij die is er wel, maar dat stukje bovenste vleugels en dat, waar het blaadje zit, dat hebben we weggeknipt. Dat vond ik zelf niet zo geslaagd, dus dat hebben we gewoon weggeknipt. Nou, verder is alles ervan gebruikt. Je kan het opbouwen zoals je het zelf wil. Nou, eens even kijken. We zijn dus ietsjes, nou, hoe zeg ik? Bijna drie kwartier verder. En dan zou ik dus laten zien wat we volgende week gaan doen. Nou, dat is een hele mooie kaart. Ook met diezelfde bij, want het komt van het knipvel af. Ik meen van Amy Design, als ik het goed heb. Even kijken, is dat nog te zien? CD, even kijken. Janine Art. Nee, van Janine Art. Daar komt dus, komen de plaatjes vanaf. En dit gaan we volgende week doen. Hier binnen zit natuurlijk een verrassing. Wil je volgende week meedoen en je wil niet het pakket, want het is 5 euro. Dan heb je dus heel veel nodig. Ik heb een boodschappenlijstje. En ik zal... Weet je wat? Willen jullie even meeschrijven? Dan zal ik het even opnoemen. Want dan kun je dat vast voorbereiden. Want je hebt heel veel nodig. Goed. Als iedereen pen en papier heeft, dan gaat dus de maten gaan in breedte maal hoogte. Dus breedte of lengte maal hoogte. Je hebt nodig van de basiskleur 3 keer een kaart van 27 bij 13,5. Dus 3 vierkante kaarten. Van diezelfde kleur heb je een strook nodig van de lengte van een A4 op 5 centimeter. Dus een brede strook. En van die kleur heb je dus nog een halve A4 nodig voor de versiering. Om die doily uit te stansen. Je hebt een doily nodig. Je hebt een 3D plaatje nodig. En dan krijgen we dus de mat. Nee, die is er niet in push-out. Nee, inderdaad. Voor de mat hebben we dus een scrapvel nodig van 30,5 bij 30,5. En we hebben een stuk nodig van 15 bij 21. Dan heb je nodig 4 verschillende soorten designpapier. Designpapier A, dat is 13 bij 11, heb je 2 keer nodig. Designpapier B is 12,5 bij 12, heb je 1 keer nodig. Dan heb je van designpapier B nog een keer een stuk nodig van 25,5 bij 4 centimeter. Designpapier C is 25 bij 5,5 centimeter, 2 keer. Designpapier D, 25 bij 5,5 centimeter, 2 keer. Nou, verder heb je dus een afbeelding nodig, eventueel in 3D, een doily stand van plus minus 9 à 10 centimeter doorsnee, een labeltje en tekst. Ja, Janneke Wijnen, ik ga dat ook nog even op de site zetten in bestanden. Dan maak ik een boodschappenlijstje voor de kaart van volgende week en het wordt ik zeg het niet, want ik vind het niet leuk als die van tevoren alweer gemaakt wordt. Het is een bestaand model
van het internet af. Maar we hebben dus de maten aangepast en nou ja, jullie zullen het wel zien. Hè? Dan blijft het toch nog een verrassing. Ik bedank iedereen voor het kijken. En morgen, maandag, gaan we om 1 uur weer een opruimronde doen, een live opruimronde. En als de ronde voorbij is, dan moet ik wel de video verwijderen, omdat alles wat erop blijft staan, dat is natuurlijk niet meer te koop. Want de mensen bestellen en Joke schrijft alles op en we halen het eraf en dan blijven er dus wel resten over. En die restanten die komen dan in de webshop te staan bij restanten onder de nummers die wij dus maandag opnoemen. Dan kun je alsnog de uitverkoop nabestellen. En alles gaat in een doosje, in een brievenbusdoosje. Daar komt er €3,85 bij, omdat ik, jullie weten, ik heb een paar keer in het verleden enveloppen gebruikt om de kosten te drukken en er kwam het artikel niet aan. Dus we doen nu gewoon alles in een brievenbusdoosje. Maar heb je dus maar één dingetje en zeg je ja, dat is goedkoper dan de onkosten, dan kun je op je bestelling erbij schrijven of zeggen van wil je het even voor me bewaren als ik dan nog een bestelling heb dat het dan in 2 of 3 keer bij elkaar in 1 keer doorgestuurd kan worden. Dat kan dus ook. Hè? Dat is niks moet, alles mag. Nou, nogmaals een hele fijne zondag en nou, misschien tot morgen bij de opruimingronde, opruimronde 3. Doei doei! Waar nou mijn pakketje gebleven is, mijn papier. Ik begrijp er niks van. Nou ja, komt wel weer boven water. Zo, deze, dit. Deze gaat erop. Dat gaat allemaal weer mee. Oeps. De live video, ja, die is beëindigd.